De regering doet er alles aan om de ontwikkeling van Suriname naar grotere hoogten te tillen. Een belangrijk aspect daarbij is het aantrekken van investeerders. Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën heeft de commissie Investuur geïnstalleerd die een belangrijke opdracht heeft gehad. Deze belangrijke missie zal met alle belangrijke actoren uitgevoerd worden. Belangrijk is natuurlijk wie staat aan het stuur van Investuur. De regering heeft besloten de ambassadeur Ike Antonius als onze CEO, als onze directeur aan te stellen. Ike Antonius, ambassadeur geweest op Cuba, tot laatst nu terug in Suriname, heeft zijn enorme sporen verdiend met het opzetten van de ambassade in Cuba zelf en daarnaast een enorme ervaring opgebouwd in de internationale wereld. We need to sell our country good. Dus ik vraag bij deze ook alle ondersteuning aan de nieuwbakken CEO. Hij heeft een enorme drive, dat weet ik. Any time of the day or the night is hij ter beschikking om zaken te moven. Ik hou van dat soort mensen, maar hij kan het niet alleen. Het is enorm. Het werk is enorm. Vooral omdat wij met een hele grote achterstand starten. Als we kijken naar de website van, ik denk dat het, wat is het, Pro Guyana of Go Guyana of Guyana Go. Of we kijken naar Pro Jam, Pro Jamaica, dan word je gewoon jaloers op. Maar het is logisch, zij zijn een aantal jaren voor op ons. En we hebben heel wat wij kunnen bieden, wat zij kunnen bieden. Dus ik zou niet lang wakker liggen. Maar we need to catch up. Want in deze wereld zijn er echt geen zachte spelers. Het is een keiharde business van hoe maak je het mogelijk dat je land ontwikkelt door investeringen aan te trekken. Geachte minister, kort geleden geïnstalleerde leden van de Raad van Toezicht van Investuur, alle betrokkenen bij het investeringsgebeuren, adviseur. Laat mij beginnen u te feliciteren met deze dag. Ik denk dat de installatie van de Raad van Toezicht als zeer bijzonder kan worden beschouwd. Ook gezien de realiteit dat wij na lange tijd overgaan tot formalisering. De minister heeft aangegeven wanneer de investeringswet is aangenomen, ook de investuurwet. En hij heeft ook verwezen naar het staatsbesluit van 17 maart 2017. Voor ons staat een enorme uitdaging. En in dat kader wil ik de regering alvast bedanken voor het vertrouwen dat in mijn persoon wordt gesteld om deze enorme taak op mij te nemen. Gezamenlijk natuurlijk met alle relevante actoren, in dit verband de Raad van Toezicht.